Vandaag zijn we met het programma uitgelicht bij de officiële aftrap van de bouw van het appartementencomplex Hoeksteenstraat Raadhuisplein te Boksmeer. Op deze plek realiseert de gemeente Boksmeer 28 appartementen met op de begane grond commerciële ruimtes en parkeergelegenheid in de kelder. Dit gebouw wordt duurzaam gebouwd in een historische bouwstijl waarbij de architect geïnspireerd werd door karakteristieke elementen van gebouwen uit het oude centrum vanuit de opdracht die hij meekreeg van het gemeentebestuur om een gebouw te ontwerpen waar de historie van Boksmeer belichaamt met de identiteit van de Steenstraat. Ik ga architect Johan Driessen van Novaris Architecten vragen hoe hij dit voor elkaar heeft gekregen. Wethouder Jos de Graaf zal op de bouwplaats de officiële handeling verrichten in het bijzijn van Wijnenbouw uit Someren als hoofdaannemer, gebroeders Jans uit Beugen en Elektro van Gogh uit Venray als nevenaannemers. Alle partijen die aan de totstandkoming van het project hebben meegewerkt, potentiële kopers en andere geïnteresseerden. Uiteraard vraagt de wethouder waarom de gemeente veel belang hecht aan de totstandkoming van dit project. Goedemiddag allemaal, welkom hier op de bouwlocatie aan de Steenstraat, Hoek Raadhuisplein zoals we het project noemen, voor de officiële handeling van de bouw van het appartementencomplex. Dan wil ik nu graag de wethouder verzoeken. Voor uw doelen eigenlijk, en die zitten een beetje verborgen, voor de toekomstige bewoners van het pand. Alvast gefeliciteerd met de keuze, want een beetje chauvinistisch ben ik wel, want u komt te wonen in het mooiste pand, niet alleen van Boksmeer, maar volgens mij van Nederland van Kuik. Bij mij staat Jos de Graaf, wethouder van de gemeente Boksmeer. Jos, ik heb in de verkoopbrochure gelezen dat er staat dat het gemeentebestuur er veel aan gelegen is om dit project te gaan doen. Kun je me uitleggen waarom dat is? Dat is eigenlijk heel ongewoon wat we doen. Laat ik daarmee beginnen. Omdat de gemeente eigenlijk niet moet gaan bouwen. Hè? Dat projecten. Maar in de tijden van crisis doen projectontwikkelaars op het moment niet veel. Dat hebben we gezegd, we hebben hier een stuk grond naast ons liggen. Als we daar niks mee doen, dan zegt de wethouder Financiën de renteverloop. Dus laten we dat eens goed doen. Nou, daar hebben we krediet gehad om te ontwikkelen. En zeiden we, laten we nou eens stout doen, om het maar zo te zeggen. En laten we het gewoon zelf eens gaan ontwikkelen. Dat kwam ook vanuit de organisatie vandaan. En zeiden, nou, in deze tijd van crisis, laten we dat gewoon eens doen. En als het niet verkocht wordt, is ook een enorme vraag voor huurhuizen. Dan gaan we huurhuizen bouwen. Dat is een grote reden. Want je zegt het juist. Op dit moment is de huizenmarkt behoorlijk slecht, zou je kunnen zeggen. En veel huizen staan lang te koop. Is dat niet een groot risico dat de gemeente dan aangaat? Er zitten altijd risico's aan, dat waren we ons goed van bewust. Maar niks doen, er gebeurt er ook niks. We horen van de makelaar dat er inderdaad, wat hij ook zegt, veel huizen te koop staan, langdurig te koop staan. Aan de andere kant is het zo dat we nu merken met dit project, hè, want er zijn 28 appartementen te verzeggen, waar een heel groot vraag voor is.
En er zijn hier mensen overigens nu bij, hier in de zaal, die hebben het huis zelf al verkocht. Dus er is wel een doorstroom. Ik moet ook opmerken, los van dit project, dat opvallend is in de kernboxen, op het moment best veel huizen worden verkocht. En stellen jullie ook bijzondere eisen aan de kopers of zijn daar eisen aan het verkoopplan gesteld? Ja, we hebben een heel verkoopplan opgezet, hebben goedgekeurd door het college, want waar we nu op vastlopen is, we hebben veel meer vraag dan dat we kunnen leveren. Dan gaan mensen zeggen, ja, ik heb toen ingeschreven, dan ingeschreven, waarom ben ik niet eerder? Kunt u niet gaan loten? Dat doen we niet, omdat we hebben besloten om dat niet te doen, omdat we toch die angst hadden, die ook zei van ja, verkopen we ze wel? Straks zitten we met veel huizen. Dat gaan we nu dus niet meer doen. En voorwaarden, ja, je hoeft niet in, ja, voorwaarden, Boksmeer, de Boksmeerse mensen hebben natuurlijk niet de eerste vorm, maar die zijn natuurlijk het eerste bij. Er zijn ook mensen van buitenaf. En ja, gewoon iedereen die een hypotheek verstrekt krijgt en een woning wil kopen aan de hand tegen, ja, dat wordt dan verkocht. Want ik heb in de verkoopbrochure gelezen dat een bepaald gedeelte van de appartementen eventueel ook voor huurkoop beschikbaar zijn. Dat klopt. Dat heeft de raad meegegeven aan de opdracht, omdat er altijd mensen zijn die net niet een hypotheek kunnen krijgen. Dan zou je met een huurkoopconstructie zou je dat wel kunnen doen. Daar hebben we de 10 voor gereserveerd van de 28. En dus de voorwaarden gesteld op het moment dat nu in de huurkoop is, dan kan dat. En op het moment dat de woningen zijn opgeleverd, dat er dan nog een maand nadien, meen ik, een mogelijkheid is tot huurkoop. En dan gaan ze gewoon de verkoop in met een hypotheek. Ik las ook dat de belangrijke elementen zijn het historisch karakter van de school, maar ook duurzaam bouwen. Dat is voor de gemeente denk ik ook heel belangrijk. Ja, ik ken niet precies de getallen, maar we zitten onder de waarde die landelijk wordt gesteld, wat duurzaamheid betreft. Er zit vloerverwarming in, maar dat is winters verwarmd, zomers koel, dus dat heeft een dubbele werking. Er wordt gewerkt met hoogwaardig materiaal. Ja, dus op dat punt, de duurzaamheid, scoren we heel hoog mee. Oké, misschien een beetje ter afsluiting. In die gids die ik maar steeds lees, dan stond een citaat van jou: ik ben dolgelukkig toen de gemeente het lef heeft getoond om dit project te gaan doen. Nu heb je een beetje de ontwikkelingen meegemaakt. Ben je nog steeds dolgelukkig dat dit doorgaat? Absoluut. Zeker ook het enthousiasme wat gebeurt. En met name het historiserend karakter, want met alle complimenten naar de architect en ook voor ons team met de architect, dat je elementen van oude panden, zeg maar, uit Boksmeer terugvindt in een nieuw jasje. En dat maakt mij heel gelukkig en dat maakt het ook een heel mooi gebouw. Ontwerp voor ons een pand wat de historie van Boksmeer belichaamt met de identiteit van de Steenstraat. In de notendop is het ongeveer de vraag die de gemeente mij en twee collega-architecten vorig jaar rond deze tijd, een dik jaar geleden ongeveer, gevraagd hebben. Maar ja, ik kom regelmatig in de Steenstraat, loop door de Steenstraat mee als consument en ik kijk eigenlijk vooral naar de winkels waar ik loop en kijk eigenlijk nooit een beetje om me heen. Dus wat is de Steenstraat? Wat is de historie die Boksmeer eigen heeft? Johan Driessen, architect. Jij hebt van de gemeente Boksmeer de opdracht gekregen om een gebouw te ontwerpen dat historisch Boksmeer belichaamt met de identiteit van de Steenstraat. Nou, dat lijkt me een geweldig ingewikkelde opdracht. Meteen allerlei vragen. Wat is dan kenmerkend voor de architectuur van Boksmeer? Wat is kenmerkend voor de Steenstraat? Kun je daar iets over vertellen? Nou, Boksmeer kenmerkt zich eigenlijk door verschillende soorten architectuur door elkaar. Door vanuit het Roomse Boksmeer, via de Curver, een 100 jaar geleden, tot nu. En eigenlijk al die architectuur door de tijden heen, die is ook steeds vervangen en vernieuwd. En die architectuur die kenmerkt zich eigenlijk door zijn veelvuldigheid. Heel veel verschillende vormen. En eigenlijk al die vormen, daar hebben wij naar gezocht om daar zo'n mix in te vinden. En heel belangrijk is om eigenlijk ook kenmerken dat mensen ook te herkennen. Panden zoals Escher zitten erin, de Spieker, het Karmelietenklooster. Allemaal elementen die ze mij verwerkt hebben in het plan, zonder ze mij te kopiëren. Maar wel mensen heel duidelijk zeggen van, kijk, dat herken ik, dat is Boksmeer. Ja. En dat herkennen gebeurt doordat bepaalde gevels terugkomen of ornamenten terugkomen. Hoe vertaal je dat in je bouwplan of in je architectenplan? Nou, heel belangrijk om te zien is dat eigenlijk oude centra's en hier ook eigenlijk alle projecten geparceleerd zijn. Men had vroeger een perceel, een bepaalde breedte en de buurman had een perceel, maar die bouwde op zijn eigen manier, eigen hoogtes, dieptes en kleuren. En eigenlijk die variatie, alsof het zowel elk pandje afzonderlijk gebouwd is, dat hebben we hier ook teruggebracht in het pand. Zodat het ook lijkt alsof er meerdere panden zijn die door de tijd heen gebouwd zijn in plaats van één project, eigenlijk in één keer gebouwd wordt. Dat wilden we eigenlijk veranderen.
Want je hebt te maken met de Steenstraat en met het Rokkersplein, heb ik begrepen. Zijn dat twee verschillende karakteristieke dingen van Boksmeer die je terug moet laten komen? Ja, de Steenstraat, we hebben ook de Perks gemerkt op de Steenstraat en niet helemaal Steenstraat. Want de Boksmeer gaat ook van de Steenstraat, via de Veerstraat, het Zand, de Weijer. Dus eigenlijk hebben we daar ook elementen op bekeken. Dat is een beetje de historische hoek van Boksmeer. Richting Rokkersplein. Rokkersplein hebben we eigenlijk vooral aangegrepen als eindmarkering van de Steenstraat. Dus eigenlijk van rotonde naar rotonde eigenlijk. En stel, ja, misschien moet ik de vraag niet aan jou stellen als architect, maar stel dat ik geïnteresseerd ben om een appartement te kopen. Waar moet ik zijn? Waar kan ik informatie halen? Hoe kan ik kijken hoe het eruit gaat zien? Nou, misschien is het beste daar om naar de website te gaan. Op de website van de gemeente Boksmeer staat eventjes aan de rechterkant boven staat de koppeling voor ons project. Je hoort het al, ons project, daar ben ik ook trots op. Het is een mooi project. Nou, als je van daaruit zo'n merken doorklikt, daar staat informatie hoe je zo'n merken met een makelaar of hier de gemeente in contact kunt komen. Ja. Een plan om trots op te zijn? Absoluut. Ik zeg altijd, maar dat heb ik hier nog niet gezegd, maar dat ga ik jullie vertellen. Als mijn moeder mee durft nemen naar het plan en zegt, jongen, ik ben trots op je, nou, dan ben ik tevreden. Meneer en mevrouw Hermos, jullie zijn toekomstige bewoners van het nieuwe appartementencomplex. Waarom hebben jullie gekozen om daar te gaan wonen, mevrouw? Nou, wij wouden graag een keer gelijkvloers gaan wonen. En wij vinden het een heel mooi punt. Een punt 1 dan. En wij willen graag samen nog eens een keer een nieuwe start maken. Op een nieuw adres. En dat vonden wij mooi, dus. Een nieuwe start na 46 jaar? Ja. Ja, dat klopt. Ja, ja. Jullie willen iets opnieuw beginnen. Eigen huis verkocht. Dat is in deze tijd ook al iets bijzonders, neem ik aan. Ja. Is dat goed gegaan? Heel goed. Ja. Heel snel. Ja, we hebben het gewoon verkocht. Dus, jullie hebben het ver onder de prijs verkocht dan? Nee, nee. We zijn gewoon helemaal gewoon normaal gebleven. En dan is ook het beste. Als je niet de ondersteuning kan wil, dan denk ik dat ook het beste gaat. Hoor. Want jullie wonen op dit moment ook in Boksmeer? In Sassenvrijzenstraat. Oké. Okay. En er was niks mis met. En wat was nou de reden waarom jullie specifiek gekozen hebben voor dit appartementencomplex? De ligging in het centrum, de uitstraling, toen we dus die avond hier waren. En ja, dat was één detail van het gebouw wat eruit stak. En dat was nummer 14. Waarom was dat zo bijzonder, nummer 14? Omdat er een mooie aircon zit. En dat hadden we aan ons eigen huis ook. En dat vonden we prachtig. En dat is op de eerste etage, tweede etage? Eerste etage. Dus je kunt ook nog helemaal uitkijken over ja, de in de Steenstraat en in de Spoorstraat. Niks mis. Nee, dat is wel mooi. Ja, jullie zeiden straks al van we hebben hele lange tijd op een andere plek gewoond. Dat is nog een heel aangaan om dan toch nog weer opnieuw te beginnen, zou je kunnen zeggen. Ja, maar het ergste is dat we nu nog eventjes buiten Boksmeer gaan wonen. We gaan nu nog anderhalf jaar naar Oefelt. En ik ben nog nooit buiten Boksmeer geweest, dus daar moeten we even aan wennen, denk ik. Maar goed, dat komt ook wel weer goed. Jullie moeten de bouwtijd overbruggen. Ja, ja. Huis is al verkocht en... Ja. Ja. Oké, okay. Dus dan wordt het des te spannender als je straks weer terugkomt in Boksmeer. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Veel zin erin? Heel veel. Ja. Oké, dan wens ik jullie heel veel succes voor de toekomst en maar hopen dat het snel klaar is. Zou je ja, daar hopen we. Maar we hebben nu, we kunnen anderhalf tot twee jaar komen vooruit. Dus dat zit goed. Oké. Okay. Ik denk dat mijn man wel vaak zou gaan kijken hoe ver het Wat doet hij nou is. Al? Ik heb nou al gefotografeerd. Dus. En dat wordt een soort medeopzichter van het complex. Zo wil ik het niet noemen, maar ik let wel op. Ik wil wel zien wat er dus gebeurt. Oké, okay, nou, ik hoop dat we over anderhalf jaar elkaar nog een keer kunnen ontmoeten. Nee. En misschien wel een kopje koffie drinken in jullie nieuwe. Nou, we gaan proosten op het gebouw. Dank u.